Gegroet, gekidnapte kinderen van de heer. En welkom bij een nieuwe aflevering van Far Cry 5. De vorige aflevering was er een arrestatieteam, maar ze wilden maar niet komen. Ik denk, weet je wat, dan sluit ik de video lekker af. Het ding is wel dat je dan de volgende aflevering meteen begint op een iets wat oncomfortabele wijze. Vastgebonden en verdoofd, geen idee waar je bent en een hoop mannen met baarden en pistolen. Gebeurt vooral in andere delen van de wereld momenteel, maar ook in Amerika is het zeer zeker mogelijk. Ik kan denk beter niet te veel gaan lullen nu, want dit is best wel een hele coole cutscene. Dus ik kan wel gaan praten over Stalin, Hitler en een kind met een hele gekke naam. Maar dat kan ik beter bewaren voor later in de video's. Gaan ons dopen namelijk. Leuk, hè? Of nou ja, verdrinken, dopen. Het is een soort van hetzelfde. May we stand in the light of God and walk through his gates unto Eden. Hey, not this one. Je kan zeggen over deze man wat je wil, maar hij is wel een knappe man. This one's not clean. Ik voel me anders wel redelijk zuiver. Ah. Shh. You mop cleansing job. No, Joseph. Echte daddy. You have to love them, John. Do not let your sin prevent that. Bring that one to me. Joseph Seed. Je hebt wel best wel lang niet gezien, Joseph. Long time no see. Long time no seat. Je bent toch best wel, ja, de main bad guy van de game met je open armen. En je, hij probeerde me te verdrinken, man. Niet cool. Despite all that you have done, you are not beyond salvation. You're not here by accident or by chance. You are here by the grace of God. You've been given a gift. Now it remains to be seen whether you choose to embrace it. Cast it aside. This one shall reach the atonement. Or the gates of Eden shall be shut to you, John. Yes, Joseph. Ik ben er wel achter gekomen hoe je een bad guy wordt in Far Cry 5. Je moet een lekker baardje hebben. En ja, blijkbaar een zonnebril. Beide gasten hebben een zonnebril. Ze lijken ook best wel op elkaar. Misschien zijn ze daadwerkelijk broers. Je weet het niet, je weet het niet. You will confess every sin you've ever committed, no matter how. Broer kan natuurlijk best wel spreekwoordelijk gebruikt worden, ook heel erg in religie ook. I will pull from you. Then we'll see if you're worthy of atonement. Nou, dat is in ieder geval geen broer. Dat is gewoon een willekeurige gast met een baard. Nou, hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Far Cry 5. Een iets wat interessante intro. Iets anders dan je misschien van mij gewend bent. If we confess right away, we'll be okay, right? Ik dacht al, gaan ze het nou laten gaan, maar we worden naar een of ander strafkamp gebracht, geloof ik. Without pain is a confession. You'll scream out your sin and you'll wear it on your flesh before John. Peels it off you. It's a beautiful thing. Fucking Peggy's. Ja, nee, precies. Eerder in de game kwam Joseph Seed natuurlijk vrij. Toen we wilden arresteren, want de helikopter crashte. Nu zijn de rollen omgedraaid. Ik dacht al, ik kan me niet herinneren dat ik in een gevangenenkamp ben. Nee, we worden getransporteerd naar het gevangenenkamp, maar het is net de NS, het transport gaat niet altijd even goed. Straks zal de Heer, uw God, u naar het land brengen. Nou, het is de tweede keer deze video dat we zeer verward wakker worden op een koude vloer. Thanks! Hahaha.
Ik vind het wel cool dat hij een pistool in zijn bijbel heeft. We hebben hem nog niet ontmoet. Hij is echt een paar meter verderop van waar wij stonden. Hij zit in de kerk en hij heeft nog een aantal zijmissies voor je. De zuivering, verhaalmissie. Tada, daar ben ik weer. Ik heb even gauw een ander shirtje aangedaan. Het is namelijk mokerheet op mijn kamer. Kijk, aan de ene kant wil ik heel graag pure fashion zijn met mijn mooie overhemden. Maar aan de andere kant wil ik niet helemaal bezweet zijn aan het einde van een video. In principe is YouTuber zijn niet zo zwaar werk dat je ervan zou moeten zweten. En een heel bezweet lichaam hebben is ook op bepaalde manieren geen fashion. Laten we daar maar even gauw op houden. In Nederland zou je niet zo snel doodgaan aan de hitte, dat scheelt dan wel weer. Een paar weken geleden was het in Pakistan, geloof ik, hadden ze de hoogste temperaturen op aarde. Nou ja, er zijn hogere temperaturen als je bijvoorbeeld in een vulkaan gaat staan, weet je wel. Maar gewoon echt dat je in een stad bent, gewoon normaal aan het chillen. Zonder extreme omstandigheden was het daar, geloof ik, op bepaalde momenten. Was het, ik geloof, iets van rond de 54 graden. Nou ben ik geen dokter, maar ik kan je wel vertellen dat het menselijk lichaam niet... Maar dan ook echt niet gemaakt... Fucking rookbommen. Niet gemaakt is om te functioneren op 54 graden. Dat is zo extreem warm. En ik had eens gelezen hoe mensen daarmee omgingen. Eigenlijk gewoon allemaal stil blijven liggen. Niks doen. Mensen die over straat gingen op een motor of een brommer. Die pakten eigenlijk een soort theedoeken. Die doop je gewoon in water. Gewoon helemaal vol met nattigheid. Die wikkel je dan om je gezicht. Dat je alleen maar een oogspleetje hebt. Je maakt gewoon een soort waterboerka voor jezelf. Anders dan, val je gewoon dood neer, joh. Pointed me in the right direction. We got you back. But there's still others that need our help. Cult's moving the rest of the prisoners up the road. They got Merle too. Time's wasting. Grab what you can and go save them. I'll call in some of our people. Okay, ik weet niet of ik überhaupt stil moet zijn voor deze speech. Zo'n goede speech was het nou ook weer niet. We moeten een Merle vinden. Klinkt lekker Fransig. Ik weet niet, is het een busje van de Peggy? Ik sta hem gewoon kapot schieten. Weet je, je hebt die rocket launcher met een reden. Kan je hem beter gebruiken ook. Ik heb vandaag dus een redelijk aantal interessante onderwerpen. Ik wil beginnen met praten over een zeer bijzonder kind. Ik moet even een paar seconden niet op de gameplay letten dan. Dit kind heeft namelijk de zeer bijzondere naam. Komt-ie. BRFXXCCXXMNPCCCLLLMMNPRXVZLMNCKSSQLBB1116. Of zoals we hem ook wel kennen, Albin. Dit kind heeft in 1996 deze naam gekregen en is hem daarna heel snel weer kwijtgeraakt. Er zit een heel interessant verhaal achter, maar heeft ooit voor een hele korte tijd soort van een kind die naam gehad. Ik ga het niet eens nog een keer opnoemen, het is één grote troep. Kwam erop neer dat de ouders van Albin, zo laten we hem maar gewoon even noemen, die kregen een boete van zo'n €500. Want ze hadden hun kind nog steeds niet ingeschreven, als in bij de gemeente, een soort geboortecertificaat en hij was al 5 jaar oud. Zeiden, nee sorry, je hebt je kind nog steeds niet ingeschreven, terwijl hij is al 5 jaar oud, boete van €500. Je moet je kind nu officieel een naam gaan geven. Terwijl die ouders die zeiden nee, wij willen ons kind geen naam geven, want we zijn het niet eens met het systeem van mensen een naam geven of zo. Ze hadden vast een hele rare reden ervoor. Ze vonden een naam geven aan een kind gewoon slecht, dus ze besloten we geven ons kind geen naam. Toen kregen ze daar een boete voor, ze moesten een naam kiezen. Zeiden ze, oh, moeten we een naam kiezen? Dan noemen we hem BRFXXCCXXMNPCCCLLMNPRXVCLMCKSSQLBB1116. Zeiden ze, nee ja, dat mag ook niet. Hè? Doe je een keer wat ze zeggen dat je moet doen, is het weer niet goed. Dus toen zeiden ze, oké, in dat geval, is een hele rechtszaak geweest, mag je je kind zo noemen. Toen zeiden ze, oké, in dat geval noemen we ons kind A. Gewoon alleen de letter A. Dat is wel logischer, want het kind zou Albin heten, de roepnaam. Maar in die hele code zit niet eens de letter A. Dus Albin is dan ook een zeer onlogische naam. Is dat een vijand? Wat doe jij hier nou weer? Overleef tot de evacuatie. Oké, ik ga even kijken of ik molotovs heb. Ik moet namelijk nog een aantal molotov kills maken. Maar het probleem is meestal dat de meeste Peggy's gaan niet dood van molotovs. Die doet eigenlijk net te weinig schade mee om ze echt dood te maken. Maar ze komen allemaal over die brug. Dus dan is een molotovje... Blokkeer gewoon de hele brug, weet je. Als je het maar 2 minuten vol hoeft te houden. Dit zorgt ervoor dat ze op afstand blijven, hoor. Hoppakee. En hij moet dus dood door de molotov. Als ik hem nu neerschiet, dan sterft hij niet aan mijn molotov. En misschien zelfs nu al zegt de game, nee, sorry, hij is overleden aan brandwonden. Niet aan jouw molotov.
Oh my god, dat doet me heel erg denken aan wat de nazi's ooit deden. Was op een gegeven moment ik heb wel eens verteld, er zijn een aantal rechtszaken geweest na de Tweede Wereldoorlog over wat de nazi's allemaal misdaan zouden hebben, weet je wel. En op een gegeven moment zeiden ze tegen één nazi, bij jou in het concentratiekamp zijn, door jouw toedoen zijn 3,5 miljoen mensen overleden in deze concentratiekampen. Waarop hij zei, nee, we hebben niet 3,5 miljoen mensen vermoord in de concentratiekampen. We hebben er 2,5 miljoen vermoord. De andere miljoen zijn omgekomen van de honger. Zo van, dat was niet onze schuld. Ik vind het mooi, je kan bekennen op de moord van 2 miljoen. Dat je toch nog even recht moet zetten. Nee, ik heb er geen 3,5 miljoen vermoord. 1 miljoen gingen dood aan de honger. In principe geen grappig onderwerp natuurlijk. Mensen die dood gingen tijdens de Tweede Wereldoorlog is best wel heel erg kut. Maar het feit dat je zo'n evil bastard bent, dat je toch nog even het gevoel alsof je dat moet corrigeren, weet je? Nee, ik ben geen schurk. Die mensen moesten gewoon meer eten. Ja, toch? Nee. Voor de rest, de vraag is vooral een beetje, je kind zo'n rare naam geven. Oh shit, we gaan dood. Ik wist niet dat er in één keer zoveel achter me stonden. Je kind zo'n rare naam geven, is dat kindermishandeling? Dat is denk ik voornamelijk even de belangrijke vraag. Nou kijk, in principe valt het niveau aan kindermishandeling nog mee, want hij heeft gewoon een roepnaam. Iedereen zal hem gewoon Albin noemen. Uiteindelijk trouwens wilden ze hem dus A noemen. Nou is het ding dus dat de letter A is ook geen geldige naam. Net zoals in Nederland mag je geen naam hebben van maar één letter. De minimale hoeveelheid letters die je kan hebben in een naam is jammer genoeg 2. Zoals Ed. Bijvoorbeeld ED, Ed. Ik zit even te denken of ik nog meer namen ken. Je zou je kind nog M kunnen noemen. EM. Als je daar zin in hebt. Ja, wat zijn nog meer namen voor je kind met één letter? Verzinnen is dat leuks. Ik moet even iets beter mijn best doen. Ik ga over het algemeen vrij weinig dood in mijn Far Cry video's. En hier is het dan jammer, want je bent gewoon 2 minuten van de video kwijt. Tenminste, de video wordt 2 minuten langer. Zo kan je het ook zien. Dus in principe vind ik het niveau van kindermishandeling nogal meevallen. Het is alleen irritant als dat joch op toetsen. Maar als hij een toets heeft, hoeft hij het ook niet op te schrijven. Er zijn heel weinige situaties in je leven waar je echt je echte naam moet opschrijven. Met je tweede naam en dat soort dingen erbij. Op school kun je ook gewoon Albin op je toetsblaadje schrijven. Zolang ze maar weten dat jij het bent en niet iemand anders. Dan is het helemaal prima, weet je. Dat is het grootste deel van waar je naam voor is. Maar de echte officiële naam zoals je bij de gemeente staat, die heb je eigenlijk maar heel weinig nodig. Dus in principe, ik zou niet zeggen, doe dit met je kinderen. Dat is een redelijk slecht idee. Maar je zou het in principe kunnen doen met je kinderen. Als je echt heel erg zin hebt. Uiteindelijk mochten ze hem dus ook niet aannoemen. En toen hebben ze hem uiteindelijk toch Albin genoemd, ja. En ze hebben een heel zwaar gevecht gevochten. En uiteindelijk hebben ze er vrij weinig aan gehaald. Behalve dat ze heel veel aandacht hadden, denk ik. Hey, aandacht is ook iets leuks. Aandacht is je tijd en moeite waard. Waarom ze dus in één keer achter me stonden, is een groot deel komt dus van onderaan de brug. Daar hebben een speciaal woord voor. Motherfuckers, kijk eens aan. Ik wil in deze video dus toch nog een klein beetje praten over Hitler. Ik heb redelijk vaak in mijn video's al gepraat over Hitler. Niet omdat ik groot fan ben, maar er zijn gewoon veel interessante feitjes rondom Hitler. En op een gegeven moment dacht ik wel dat ik gewoon de Hitler-expert was, dat ik alles wist. Nou, ik heb nog best wel een leuke. Ik wil het hebben over die idee, weet je wel. De dag dat de geallieerden de stranden bestormden. En best wel, was echt een keer. Oh, kut. Het was een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog, die idee. Die idee is een beetje het punt dat we echt zoiets hadden van, voor mij zijn we de oorlog aan het winnen, jongens. Dit is best wel nice. Het was in één keer surprise attack, weet je wel. Het ding was dus, terwijl deze surprise attack gebeurde, was de beste meneer Adolf Hitler aan het slapen. En het ding was dus, niemand durfde hem wakker te maken. Er zaten allemaal nazi-officieren omheen die wisten van, oh kut, dit is niet goed. We zijn een beetje de Tweede Wereldoorlog aan het verliezen, kut. Maar ze wilden Hitler niet wakker maken, omdat ze gewoon bang waren voor zijn reactie. Die man kon zo gigantisch boos worden. Niet terecht op zijn nazi-officieren, puur omdat ze hem slecht nieuws brengen. Dus ze besloten hem gewoon maar te laten slapen, omdat ze bang waren dat als hij wakker zou worden, dat hij zo gigantisch boos zou worden. Zo van, hij wordt een keer wakker. Dan wordt hij waarschijnlijk nog bozer, maar dat is even niet mijn probleem, zeg maar. Oké, we zitten hier van de heli. Heb je nog een cool wapen erin zitten ofzo? Je hebt een brandblusser. Ook niet onbelangrijk. Willen we de missie nu gehaald hebben? Blijf bij Merle totdat jullie zijn afgezet. Ik blijf bij je, Merle. Ik hou van je. Ik had eigenlijk hele uitgebreide plannen van wat ik deze aflevering wilde doen. Het ding is, ik wil de video eigenlijk niet te lang maken, want ik moet hem renderen. En er zijn echt, de video van vandaag is al veel te laat. Of ik maak de video wel gewoon heel lang en dan gooi ik hem gewoon morgen online. Fix dit. Dat is waarschijnlijk wel het beste om te doen. Dus we hadden het een beetje over hoe Hitler nogal een kort lontje had. Nou, Stalin, je boy Stalin had er ook wat van. Op een gegeven moment werd Stalin langzamerhand best wel ziek.
En hij ging naar zijn dokter toe en hij vroeg, fuck haar dokter, wat moet ik doen? Ik word een beetje ziek. En zijn dokter zei, je bent gewoon gigantisch overstresst. Je moet gewoon minder werken en wat meer van je werk uit hand geven aan andere mensen onder je. Stalin werd super boos. Voornamelijk omdat, dat was precies wat ze bij Lenin deden. Toen eigenlijk een aantal mensen rondom Lenin klaar waren met Lenin. Zo van, hey, we willen Lenin eigenlijk niet meer aan de macht hebben. Hebben ze er ook voor gezorgd dat hij steeds minder ging werken en zijn taken overgenomen en hem langzaam vervangen. Ze had in één keer het gevoel alsof ze gewoon zeiden, hey, we gaan je vervangen, doei. Dus, wat hij zei is, de arts die hem het advies gaf van minder werken, dat is een spion. En hij heeft hem geloof ik naar een gevangeniskamp gestuurd. Dat is wat je krijgt als je Stalin probeert te helpen. We kunnen deze kant op, daar is namelijk een nieuwe companion te behalen. Dat is misschien wel de moeite waard. Het is wel bokkenver rijden, maar misschien komen we nog wat leuke dingen tegen ondertussen. Het is meestal geen nacht in deze game als we aan het spelen zijn, dus dat is wel eventjes bijzonder. Zoals Guus Meeuwis zou zeggen, Rick, je kan echt niet rijden. Het is een nacht die je normaal alleen in Far Cry ziet. Dus weet je wat, ik ging toch ook knippen in de video. Ik kom al gewoon bij je, als ik er ben. Hey, waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Ik zat nog even op de kaart te kijken en er is ook een silo in de buurt. Laten we die meteen even kapot maken voor wat extra overname. We staan er 200 meter bij vandaan. Hiermee kun je dus tellen hoe lang het duurt voordat we de silo raken. En daarmee de gemiddelde snelheid van een raketwerper-raket berekenen. Als je heel veel zin hebt. En dan kun je misschien de versnelling berekenen. De eerste paar meter. En natuurkunde examen VWO. Nog maar een paar dagen. Goed je best doen. Of is hij al geweest? Geen idee. Ben ik even blij dat ik geen eindexamens hoef te doen. Ik zat. Tada! Ik ben er. Niet de makkelijkste manier om binnen te komen. Maar we zijn er. Ik geloof dat hier een personage is in een heleboel paniek. En als je gewoon even iedereen doodmaakt. Dan wil ze vast wel even helpen. Dit is trouwens ook wel een beetje de kans om een beetje wat extra kills te pakken die ik graag wilde. Weet je, molotov kills, misschien nog wat extra kills met werpmessen ofzo. Je bent er nou toch en er zijn toch een hoop sukkels. Je pakt meteen even je kansen. Voor de rest hangt hier je broer, ik bedoel je zus. Grappig. Alles staat in de fik. Are you happy now? Moet ik naar boven komen? Het mensen vermoorden was iets minder spectaculair dan verwacht. Ik knip het er waarschijnlijk even uit, omdat ik toch alleen maar aan het kutten was. Je hebt niks belangrijks gemist en al helemaal niks interessants qua gare verhalen. Extra locatietje, hartstikke mooi. Yes. Chris, I got word someone was out making life miserable for the cult. You got good timing. Thank you. See those graves down there? A couple war heroes buried here. My pops was one of them. The piggies are trying to defile them. Dat is een America gun. Demoralize us. Get us to break so we'll roll over. Not on my fucking watch. Ain't nobody gonna touch my pop's grave while I'm still breathing. I'm a good shot, but I need someone to watch my back. They'll be here any second. Oh, nu begint de missie pas. Ja, Grace onder vuur, prima. Toch nog even een snel knippie. Ik had de missie blijkbaar niet helemaal goed begrepen. Het is blijkbaar heel belangrijk dat je de grafstenen verdedigt. De rest van de grafstenen, die mogen kapot. Maar die paar waar die helft hebben, die moeten heel blijven. Voor de rest kan je zoveel granaten gooien als je maar wil. Geen probleem. En alles is op. Dat maakt de missie ook wel een stuk moeilijker. Het feit dat ik geen explosives heb. En we gaan even heel flink ons best doen. Als ik gewoon een rocket launcher had, kon ik gewoon die auto opblazen. Dat is toch een beetje mijn hele strategie. Gewoon zeer veel agressie. Ik was net dus een beetje niet helemaal aan het opletten. Vooral omdat ik druk bezig was met het verhaal vertellen. Het is een verhaal over leguanen en Mark Rutte. Het is een beetje het bewijs dat Mark Rutte eigenlijk een hagedis is. En dat de hele overheid reptielen is. Mark Rutte was namelijk afgelopen week in Sint Maarten. Waarschijnlijk voor een hoop belangrijke besprekingen. En gewoon een beetje rondkijken naar wat de schade daar momenteel is. Want het is voor mij nog één grote teringzooi door die orkaan. Het zit namelijk zo dat op zijn terugritje heeft hij even die schouw in zijn vliegtuig. 4 zeldzame, met uitsterving bedreigde leguanen meegenomen. En er was een artikel over in de Volkskrant met Mark Rutte neemt leguanen mee naar huis. Ik denk van, huh? What the fuck, Mark? Ik snap dat je best wel een coole gast bent en een machtig persoon. Maar om nou zeldzame dieren mee naar huis te nemen om ze dan thuis in een hockey te gooien ofzo, dat vind ik nog best wel ver gaan, weet je wel. Maar dat bleek dus totaal niet het geval te zijn. Eigenlijk was het best wel cool van Mark. Komt erop neer dat het is één grote teringzooi in Sint Maarten. Dus ze hebben niet echt een goede plek voor die leguanen. En Dierentuin Blijdorp die wilde graag die zeldzame leguanen hebben. Die zeiden, hey, fuck ja, Sint Maarten. Mogen wij die zeldzame leguanen hebben? Zeiden ze, ja, is goed. Als jullie een mooi verblijfje voor ze bouwen, neem ze maar. Hartstikke cool dier voor je dierentuin. Er is alleen één klein probleem. En dat probleem is de bureaucratie. Gewoon het feit dat regels, alles wordt altijd moeilijk. Er zijn altijd zoveel regels. Dus wat blijkt, je kan niet zomaar leguanen meenemen in een vliegtuig. Er zijn rijk wat vliegtuigen waar
honden in kunnen en andere huisdieren in de bagageruimte. Maar blijkbaar mag je geen, misschien zijn het hele giftige leguanen of iets in die richting. Het zijn Antilliaanse leguanen, geloof ik. Dat is in ieder geval blijkbaar een reden dat je ze niet mee mag nemen in een normaal vliegtuig. Dus van ja shit, we mogen ze hebben, maar hoe krijgen we ze? Dat was vooral een beetje een probleem. En toen is dus gezegd van, hey Mark Rutte, jij bent toch in Sint Maarten. Jij gaat met een soort eigen privéjet van de overheid. Kan je daar dan niet die leguanen in meenemen? Daar gelden die regels voor normale luchtvaartmaatschappijen. Namelijk niet, zei Mark Rutte, ah prima is goed. Ze hebben alleen geen bagageruimte in dat vliegtuig. Dus ze hebben de leguanen meegenomen, ik geloof, in de vergaderruimte. Als in het vliegtuig heeft een los kamertje om in te vergaderen. Daar hebben ze die leguanen in gepropt. Ik had het nog leuker gevonden als ze gewoon geen ruimte hadden. Dat ze bij Mark Rutte op schoot moeten. Zo Mark Rutte daar ziet een beetje ongemakkelijk. Met allemaal leguanen over zijn hele lichaam heen. Dat hij zo heel evil kijkt en de leguanen aan het aaien is. En zegt goed, goed. Het is in ieder geval extra bewijs dat Mark Rutte voelt voor de leguanen. Binnenkort gaat hij in één keer overstappen naar Partij van de Dieren. Nee, ik vond het wel cool in ieder geval van hem. Voor het eerst in tijd dat VVD'ers positief in het nieuws zijn. Dus laat het even koesteren. Ik maak gewoon keiharde propaganda hier. Dat natuurlijk ook weer. Sorry dat deze aflevering van Far Cry misschien qua missies een beetje saai is. Wat ik meestal doe per gebied qua in de game zijn echt heel veel missies. Dus ik doe telkens alleen maar de missies die leuk zijn. Ik weet al een beetje, hey, deze missie is leuk, deze saai. Ik doe voornamelijk gewoon de leuke missies. Oh shit, dat ging per ongeluk. Ik doe vooral gewoon de leuke missies. Dan zijn de video's leuk om naar te kijken. Maar soms komt de game naar je toe met, hey, je moet even deze missie doen. En ik moet sowieso wel alle companions vrijspelen. Of die missies nou saai zijn of niet. Een paar extra companions. Alle companions vrijspelen is toch wel een belangrijk dingetje. Krijg je extra van die perkpunten voor en zo. En ze zijn best een relevant deel van de game. Dus ja, ik denk dat ze wel bijna allemaal dood zijn. Als ik even wist dat deze missie eraan kwam, had ik misschien iets minder kogels van mijn raketwerper eerder in de video al gebruikt. Voor de rest zijn er net iets te veel gasten met flamethrowers. Vooral als je geen explosief hebt. Ze hebben gewoon best wel veel HP. Dat is vooral een beetje het ding. En ze zijn best gevaarlijk, want zet die in de fik en dan kun je ze niet aanvallen. Hier. Nou jij weer, pannenkoek. Is dat nog een flamethrower, dude? Nee, het is gewoon een normale dude. Of je even normaal dood zou willen gaan, normale dude. Nou, Rick. Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Het fijne is wel... het is wel een fijne plek om te overlijden, een begraafplaats. We graven hier gewoon een grote kuil, maken er één groot massagraf van. En zoek het maar uit met z'n allen, ja toch? Waarschijnlijk is dat de laatste of zo. De rest peert hem ondertussen ook al. Van ja, is hij nou gewoon aan het wegrennen? Misschien is hij ver genoeg weggerend, telt hij niet meer mee voor de missie. Of hij wordt nu aangereden, zie ik ook best wel gebeuren. Nou, het had niet veel gescheeld in ieder geval of hij was aangereden. Waarschijnlijk krijg ik nu, je verlaat het missiegebied. Missie gefaald. Zou ik wel weer erg typisch vinden voor de Far Cry games. Nee, sorry, je verlaat missiegebied, doei. Ik had trouwens veel beter deze kunnen gebruiken, maar dat bedenk ik me nu pas. Het is een prima wapentje deze. Praat met Grace. Hey, fucka Grace, geen moeite. Oh, er is hier een gast die een outpost locatie voor me heeft. Altijd even accepteren. Altijd even accepteren als ze een outpostje voor je hebben. Praten. Ik heb een bandje. Ja, je kan geen verhaal, je kan niet met iemand praten als er vijanden in de buurt zijn. Super irritant. Dus even gauw iedereen doodmaken en hopen dat die man nog blijft leven. Anders heb ik geen locatie voor de outpost. Oh, die is sterk. Die is sterk. Ja, had hem even aangereden, gast. Je hoort bij me. Met je fucking vakantieauto. Ik ga gewoon de auto pakken en die gast aanrijden. Dat zal hem wel leren. Dat zal hem zeer zeker. Hoeveel headshots moet je maken op zo'n gast? Ja, best wel veel. Hij heeft juist echt een hele bescherming op zijn kop. Misschien moet je juist geen headshots maken. Misschien doe ik maar wat. Misschien. Oh, dat was stop met op mijn schieten, anders ga ik dood. Niet cool. Oké, wacht. Fijn een bogie. Kijk eens aan. Is die gast nog in leven? Ja, ja, hij is daar. Grace, schattenbout, ik kom er zo aan. Even gaan met deze man aan praten. Ik ben hartstikke sociaal persoon. Ik praat met iedereen, joh. Leeft er nog iemand daar? Oh, vijanden. Oh, moeite. Zo dan. Ben nou rustig? Ben je bedaard? Ik vind het er best rustig uitzien. Oh nee, in de verte zitten er nog twee. Oh. Nou, misschien staat hij niet ver weg genoeg. Even praatje. Niet die kant op rennen. Nee. Hij bewaart de beste op de landingsbaan naast zijn ranch. Seed Ranch. Oh, dat is echt een heel groot level. Als je zin hebt om een halve video bezig te zijn met één buitenpost overnemen, ga naar Seed Ranch. Of neem gewoon Edeleep mee. Dat maakt de hele missie een stuk makkelijker. Had ik dit level trouwens kunnen doen met companions? Als ik zeg het wel vaker, maar die chicken, die chopper,
En later krijg je nog een gast in een vliegtuig. Die zijn veel te sterk. Die maken iedereen voor je dood, joh. Niet normaal. Heb je even voor mij. Mooi, diep. Yeah. Pak aan, sekte. Fuck you. I got your back, fam. Hartstikke bedankt, schattebout. Zij is nu inzetbaar, geloof ik, als extra companion. In ieder geval, Grace onder vuur. Laten we meteen even meenemen dan. Prima. De overnamemeter begint reek te vullen. We zijn bijna op de helft. Weet je wat? Laten we nog even gauw de video iets langer maken. Laten we nog even gauw één kamp overnemen. Dan zijn we waarschijnlijk wel op de helft van die meter. Pakken we even gauw de kaart erbij. We hebben namelijk een aantal plekjes op de kaart staan. Hier is de Seed Ranch. Die is echt gigantisch. Laten we dan eerst deze even overnemen. Is ook lekker in de buurt. Is nog een lekkere Clutch Nixon in de buurt. Doen we die even lekker aan het begin van de volgende aflevering. Dan gaan we even gauw hierheen rennen en dan... doen we dat nog even gauw. Ik heb nog niet gecheckt dat daar ook een wapenwinkel is. Want ik moet echt even mijn ammo bijvullen voor mijn rocket launcher. Dat is toch een beetje mijn main strategie. Bitches doden met de rocket launcher. Dus als dat toevallig nog wat ammo voor is, dan is dat wel fijn. Voor de rest dit wapen. Zeg maar deze. Hier heb ik dus echt super veel geld voor betaald. Maar ik vind het helemaal niet zo'n fijn wapen. Hij is heel krachtig, maar de schietsnelheid is niet zo hoog. Drie keer niks, joh. Drie keer niks. Oh, ik krijg in één keer een is het Dutch zeker die tegen me praat. Verdekt je als er problemen zijn. Dat is heel aardig van haar eigenlijk. Als het even mag zeggen. Nu we toch al zo diep in deze video zitten, is het wel weer punt dat ik jullie de diepere geheimen van het leven ga vertellen. Maar laat ik eerst nog even naar die ranch toe lopen. Alhoewel, we zijn er echt al bijna. We zijn er bijna, joh. Kunnen we even gaan wandelen. Laten we niet edeleep meenemen. Vind ik flauw. Is te makkelijk. Ik heb Grace al vrijgespeeld, toch? Zeer zekers. Grace in dat vakje doen we... Peaches in het andere vakje. 69 kills. Lekker bezig. Ik had laatst iets gelezen van een gast die professioneel winkeldief was. En hij vertelde een van zijn trucjes. En dit moet je niet gaan doen, maar ik vond het gewoon heel slim wat hij deed. Dat was een winkel. Bij Walmart kun je alles gewoon terugbrengen. Ik geloof als het onder een bepaald bedrag was voor geld. En anders alleen voor dingen met dezelfde waarde uit de winkel. Dus wat hij altijd deed, dus ze verkochten twee pakjes verpakkingen met vitaminepillen. En de naam was ook bijna hetzelfde. Maar de ene kostte iets van 3 euro en de ander 30. Dus wat hij altijd deed, hij zei... Even kijken, voor mij, ja, hij pakte die dingen van 30, daar deed hij de sticker op van 3, dan scande ze hem en dan stond er gewoon piep, vitaminepillen en dan bracht hij ze terug. En dan kreeg hij 30 euro terug. That's some good shit. Ja, en vooral als je winkels hebt waar je gewoon de self-checkout kan, dan is het natuurlijk redelijk makkelijk om op die manier gratis shit te hebben. Sowieso, bij een self-checkout zou je in principe super makkelijk dingen kunnen stelen, maar ik ben daar veel te paranoïde voor. Laat ik ook zeker niet stelen gaan aanraden aan mijn kijkers. Hey kijker! Een beetje weinig geld, heb je overwogen om gewoon te stelen. Dingen zijn gewoon gratis, je moet ze gewoon meenemen. Hey! Gaat ook wel een beetje ver natuurlijk. Redelijk ver. We kunnen het een beetje gaan hebben over de momentele politieke situatie op YouTube. Waarschijnlijk hebben jullie dit totaal niet meegekregen, want het niet speelt in Nederland. Maar er zijn een heleboel YouTube kanalen verwijderd recent. Namelijk de zogeheten weed YouTubers. Er zijn een heleboel YouTube kanalen, waaronder een paar Nederlanders die Engels praten in hun video's. Die maken eigenlijk alleen maar video's waar ze wiet roken. Dat is gewoon wat ze doen. Gewoon, hey, vandaag check ik deze nieuwe bong of deze specifieke soort wiet. En dat waren video's die echt gigantisch veel bekeken werden. En opeens heeft YouTube gewoon gezegd, hey, dat mag niet. En gewoon al die kanalen in één keer, wham, verwijderd. In principe heeft YouTube in de regel staan dat je mag geen dingen doen die illegaal zijn. En in veel delen van Amerika is wiet roken natuurlijk nog illegaal. Maar ik geloof dat ook een groot deel van die kanalen zo'n pasje daarvoor hebben. Of in staten wonen waar het wel legaal is. Maar ik geloof dat aan de federal level, zeg maar over het hele land heen, hebben ze ook weer bepaalde wet. En daar is het in principe wel nog weer illegaal. Het is allemaal heel raar in Amerika. Maar misschien zelfs in Nederland ook. Ze hebben gewoon, ja, YouTube zit nogal met hun advertentievriendelijkheid en zo. En ik geloof dat heel veel van die kanalen waar letterlijk gewoon je video's zijn. Hé, in deze video's gebruik ik drugs. Of het nou wiet is of heel veel zuipen. Je tering in zuipen. Best logisch dat YouTube dat soort video's geen reclames op laat zien. Daar ben ik het helemaal mee eens. Er waren ook een tijdje YouTubers die zeiden. Hé, dit is censuur, weet je wel. YouTube
die me geen geld geeft, is censuur. Dat is niet per se waar. Je stuurt een beetje YouTubers aan. Als je als YouTuber video's maakt en op een gegeven moment zeggen ze, ja, je krijgt geen geld meer voor deze video's. Is het nog best logisch dat sommige mensen zeggen, dan maak ik die video's niet meer. Maar dat is geen censuur. Je kan de video's nog steeds maken. Maar YouTube die gewoon hele kanalen verwijdert omdat ze niet met die kanalen eens zijn, dat is wel even wat anders. Dat is best wel heftig in principe. Of je nou gigantisch dol bent op video's waar mensen wiet roken of niet. Het feit dat YouTube gewoon hele kanalen verwijdert is best wel heftig. Ik denk dat we daar over eens kunnen zijn. Heel veel van die kanalen, wat die nu gaan doen, is die gaan gewoon allemaal massaal door naar Vimeo. Een concurrerende site van YouTube. Denk je, wat de fuck is Vimeo? Precies. Maar als YouTube dit blijft doen, gewoon hele groepen blijft verwijderen onder het mom van advertentievriendelijkheid. Dan gaat YouTube echt een heel groot probleem hebben. Dan kan het uiteindelijk misschien zelfs de dood van YouTube worden. Puur omdat zoveel mensen zullen wisselen naar andere platformen. We gaan met deze gast praten. En we hebben nog een extra outpost. Het is altijd chill, de outpost hoef je meestal niet te vinden. Als je gewoon een beetje wat wil doen in Far Cry, loop gewoon rond, praat met mensen, wees een sociaal vlindertje. En ja, de rest van de missies komen vanzelf je scherm induiken, dus dat scheelt altijd wel. Goeie shit. Ik wil met deze grapje afspraten. Verpakkingsfabriek. En helemaal wel graag de outpost over, want ze geven veel overname. Nou lijkt het een beetje alsof ik gewoon de game zo snel mogelijk weer uitspelen. Dat is ook weer niet waar. Maar ik ben het er wel mee eens dat de game langzamerhand wel een stukje eentoniger wordt. Weet je, de eerste 5 afleveringen van de Far Cry 5 serie zijn sowieso de interessantste om te kijken. Want dan is de game nog erg nieuw. Nu ondertussen heb je wel een beetje iets van, oh ja, je gaat overal heen met je bogen en je schiet mensen dood. Ik vind het een heerlijke game om te relaxen. Gewoon even lekker biertje stikken en Far Cry spelen, genieten. Maar ik kan wel begrijpen dat je niet per se wil dat deze serie doorgaat tot aflevering 100. En dat ik beter gewoon op een gegeven moment niet iedere quest ga spelen. Maar gewoon even de main story uitspeel. En dan is het dan mooi geweest. Dus, daarop kijken we deze aflevering. We eindigen op een deprimerende noot. Volgende aflevering ben ik weer lekker terug met een nieuwe aflevering van Far Cry 5. Hopelijk ben je dan weer lekker terug. En dan gaan we lekker praten over een heleboel misschien gezellige onderwerpen. Daarop kijken. Tot op een aflevering.